Hallo mensen, welkom bij deze onverwachte video op de zondagmorgen. En wij hebben eigenlijk een aankondiging, omdat het zaterdag een beetje rommelig was en er was een beetje onduidelijk qua aankondiging. Klopt dat, Leroy? Ja. Kunnen we wel stellen. Ja, want wij hebben een cadeautje, maar we hadden het een beetje... Ja, het kwam een beetje door mijn fout, laat ik eerlijk zijn. Ik had het een beetje verkeerd aangekondigd. Sommige mensen die profiteren van, kijk maar naar Pluto Disney. Die zit hier lekker als Pluto-hondje in de Atlantica. De nieuwe opening voor de attractie die vanaf vandaag eigenlijk officieel dan open gaat. Ja, hè? Absoluut. En hebben wij nog een tijd? Zullen we een tijd afspreken? Dat we jullie ongeveer om 12 uur of zo? Is dat een leuk idee? Ja, 12 uur misschien. Beetje in de middag, gewoon heel de middag. Heel de middag. Lekker feest. Ja, vanaf 12 uur. Atlantica openen, wij zijn erbij. We gaan een achievement toevoegen, dus hebben we de attractie gedaan. De achievement is nog niet toegevoegd, maar als jij de server joint vanmiddag, komt die erin. En dan moet jij zeker weten deze attractie bezoeken. En Leroy, wij moeten als eerst even wat melden. Iets belangrijks. Ja, absoluut. Hè? Iets belangrijks. Ja, want wij hebben een ex-medewerker van ons en die heet Davy. En Davietje, die heeft hier aan gewerkt aan deze attractie. Die heeft het concept een beetje in elkaar gezet qua buitenomgeving. Klopt. En Irma heeft vooral de binneninrichting ontworpen eigenlijk. Ontworpen, ja, zo zeg ik het netjes. Dus, ontwerpt, ja. Dus daarom ode even aan Davy, vind ik. Want hij heeft dit prachtige poort en een waterjump gemaakt. En kijk eens, zelfs als je op de plate staat, komen de fonteinen. Dat is dan weer ingesteld door. Wie heeft dat ingesteld? Ik weet het. Jij! Vorige week. Vorige week? Oh, nou, toevallig. Gaaf. Nou, en zo heeft iedereen van de crew heeft eigenlijk aan deze attractie gewerkt. Want... we hebben het overgenomen van Davy en we hebben eigenlijk meer aan gebouwd. Ik zal je een klein beetje laten zien. Zoals de inrichting natuurlijk. We hebben de hele achterkant moeten doen. De zijkant. Dus het heeft wat tijd gekost. Er zit ongeveer 9 maanden tussen hebben we opgezocht. Nou, Lira heeft dat opgezocht. En dat was heel erg verbazingwekkend om te zien. Dat 9 maanden geleden de bouw begon aan deze attractie. En nu... Dat was super lang, dit gebouw. Heel lang. En je kan het ook al heel lang bezoeken. Ja. Maar die attractie is nooit geopend geweest. Het was ook al heel lang af eigenlijk. Maar eigenlijk wel. Ja, eindelijk kan je het bezoeken. Stiekem hebben we wel nog wat dingetjes afgebouwd. Gisteren, zaterdag. En we hebben inrichting opnieuw wat gedaan. En we hebben hier bijvoorbeeld, hier stonden fans muurtjes. En daar hebben we nu echt stoompilaatjes van gemaakt die we nog afwerken. De ene trap is weggehaald. Hebben we maar in plaats van 2 trappen 1 trap gemaakt. Het is echt heel gaaf om deze boomstamattractie, zo moet je het gaan zien, om deze waterattractie te doen in ons park. Helemaal achterin. Maar er komt ook een warp Atlantica. Dus ja, dat, absoluut. Vergeet dat niet. Bezoeken. Absoluut. En VIP's kunnen deze attractie besturen, dus ja, de kans is heel groot dat hij gewoon open is, als jij erom vraagt. Inderdaad, als VIP's... Maar wel netjes vragen. Ja, inderdaad, heel netjes vragen. En ja, wij zijn echt heel enthousiast over dit project. En Leroy en ik zijn er sowieso, denk ik, wel bij. Nou, jij denkt het wel, toch, Leroy? Zijn wij erbij? Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Vandaag, oké. Vanmiddag. Ja, oké, top. Ja, ik zeg sowieso, ik ben er zeker beter bij. Misschien gaan we het zelfs opnemen, dus het is leuk als je komt kijken hier. Want het is natuurlijk wel spectaculair om jullie te zien zitten in deze fantastische Dark Ride Splash, weet ik veel, attractie. Het is een hele grote. Van alles. Ik denk wel een van de grootste. Ja. Disney Tour kan je niet omheen, maar dit is ook wel een joekel, hoor. Is er. En heeft ook heel veel ruimte in bezorgd, want er zit toch een heel gebied heen met een restaurantje en van alles. Dus klopt. Ja. En achievements, dus zeker weten. Ja. Iedereen moet eigenlijk, jij ook nog, Leroy, alle achievements halen. Het is heel moeilijk. Eigenlijk wel, ja. Ja, hè, maar het is echt een werk. Maar zeker weten moeite waard. Dus kom kijken in Atlantica voor nieuwe achievements en een nieuwe attractie. Vandaag vanmiddag om 12 uur. Dus wees er zeker bij. Toch? Absoluut. Ja. Oké, nou tot snel dan, hè, jongens. Ja, tot straks, zou ik maar zeggen. Tot straks, Hey, gezellig. Doei.